aantal Belgische supporters zitten hier aan tafel. En wat gaan wij doen? Wij gaan Hot or Not spelen. Dat wil zeggen, wij hebben 6 mooie dames, spelersvrouwen uitgekozen. Van spelers die meegaan naar het EK. Ik vertel jullie een klein verhaaltje over de vrouwen en dan laat ik jullie haar zien. En dan wil ik graag jullie reactie daarop hebben. De eerste dame heet Naomi Singels. Ze is Nederlands. Zij is de spelersvrouw van Moussa Dembele. Van jullie Belgische Moussa Dembele. Middenvelder van Tottenham. Wij in Nederland kennen hem ook nog van AZ en Willem II bijvoorbeeld. Samen hebben ze 1 kind. En ik wil graag weten wat jullie van haar vinden. Ja, Moussa! Jullie zijn aardig te spreken over haar. Jij niet echt, hè? Jij vindt het niks. Tweede spelersvrouw heet Victoria Faga. Zij is de spelersvrouw van de spits van Italië, van Graziano Pelle. Hij voetbalt bij Southampton. Ze komt zelf uit Hongarije en ze hebben een relatie sinds 2012. Die speelt beter. Nee, yes. Nee, dat is niet voor mij. Nee, yes, dat is niet voor mij. Wie stemt op de eerste vrouw? Dus Naomi Singels zit er nog in. Dan gaan we naar mevrouw nummer 3. Dat is Ann-Kathrien Vida. Breumel heet ze. Dat is de vriendin van de Duitse voetballer Mario Götze. Ze is zelf ook Duits. 26 jaar. Ik wil graag jullie meenemen horen. Ja, oké, check this. Naar beneden. Oké, wie stemt dat de spelers van 1 moet blijven? Oh, dan zijn jullie in de meerderheid. Dan heeft deze vrouw, Ann-Kathrien, heeft gewonnen. Dan gaan we weer naar vrouw nummer 4. Ik denk dat jullie vrouw nummer 4 allemaal wel kennen. Dat is een zangeres. Dat is de vrouw van Piqué, de Spaanse verdediger. Shakira, Colombiaanse. Ze hebben samen 2 kinderen. Ik denk dat jullie de nummers van haar ook wel kennen. Oh shit! Shakira natuurlijk. Oké, dat valt toch. Nou 3. Oh, duidelijk. Eentje. Nou, vrouw van Götze blijft dus over. Dan gaan we naar de laatste spelersvrouw. Dat is Sara Carbonero, de Spaanse. Dat is de vrouw van Iker Casillas. Tijdens het WK in 2010 was zij verslaggever op de Spaanse televisie. Dus het gaat tussen de spelersvrouw van Götze of de spelersvrouw van Iker Casillas. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Casillas. Dan is het duidelijk wie de mooiste spelervrouw is. Sara Carbonero. Jij hebt hem voor recht. Voor vrijheid en voor recht.